je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ga jullie vandaag mijn make-up test laten zien. Ik liet jullie vorige week al zien hoe ik hem helemaal heb opgeruimd en hoe ik alles heb nu op ingedeeld. En ik vroeg jullie daarbij of jullie het leuk zouden vinden om een updated make-up test te zien. En ik kreeg echt massaal ja te horen, dus vandaag ga ik hem jullie laten zien. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet dan zeker niet te abonneren. Kun je hieronder doen, is volledig gratis. En dan zie je minimaal 2 keer per week een nieuwe video verschijnen. En als je er zin in hebt, doe nog even een duimpje omhoog. En dan gaan we heel snel verder met de video. Mijn hele make-up zit in deze Alex kast. Ik heb een hele grote kast, maar tot en met dit laagje, dus de ondiepe laagjes, is make-up. Hierbovenop staan al mijn kwasten. Ik heb hier voornamelijk Real Techniques, Boozy Cosmetics, Anastasia Beverly Hills. Ik heb nog een paar van Essence. Een Real Techniques sponge, dat er heel vies uitziet. Hier zitten nog een paar kwasten in die ik niet zo vaak gebruik. Mijn haarborstel en ja, zo'n kam. En mijn dag- en nachtcreme staan hier bovenop. Dan is dit de eerste lade. En dit is een la vol met BB creams, foundations, poeders, primers, fixing sprays, wenkbrauwproducten, concealers, maar ook mascara en eyeliner zit in deze la. Hier achterin is heel erg leeg. Hier liggen mijn fixing sprays van de Ethos en ook mijn primer van de Ethos, de hydrating primer. Ik heb gewoon nog niet zoveel van dit soort producten, maar ik wil er wel gewoon een apart stuk voor hebben. Hier liggen mijn wenkbrauwproducten, het bekende kitje van Catrice, mijn Anastasia Deep Brow Pomade in medium brown en de concealer van Catrice. Hier liggen mijn foundations, 2 Fit Me foundations, de Even Skin Tone van Catrice die helaas uit het assortiment gaat. De Universal Fit Hydrating Foundation van Kiko, een BB cream van de Body Shop en eentje van Maybelline. En er ligt hier mijn poeder van Essence. En in dit laatste vakje liggen eigenlijk al mijn mascara's en eyeliners. Daar heb ik er niet heel veel van. En ook mijn oogschaduwbasis, de I Love Color Intensifying van Essence. Mijn tweede la ligt vol met producten voor het gezicht. Als bronzer, blush, highlighter. Van die paletjes met combinaties van bronzer, blush en highlighters. Maar ook mijn losse oogschaduws liggen hier. Dit vakje hier zo is allemaal voor bronzer. Mijn favoriete is deze van Catrice. Dit is de Sun Glow Mineral Bronzer. Dan heb ik nog een bronzer uit een limited edition van Catrice. En nog een limited edition van Essence. Hier liggen al mijn blushes en daar heb ik er redelijk wat van. Mijn favoriet is deze van Milani. Dit is Luminoso. Dan heb ik hier een limited edition van Essence. Een limited edition van Catrice. Van Essence weer een limited edition. Deze is redelijk nieuw van de laatste assortiment update van Essence. Ook een limited edition van Catrice. Een hele oude blush. Een apricot als ik het goed uitspreek. Ook van Catrice. Nog een limited edition van Essence. En hier achterin nog een limited edition van Catrice. En hier mijn losse highlighters. Een hele mooie van Catrice. Ook weer een mineral. Dan de Mary Berry uit de kerstcollectie van vorig jaar van Essence. En hierachter nog een hele mooie, ook uit een face collectie van Catrice. Dan heb ik hier voorin een Essence contour paletje. Ook een limited edition. Dit Blush Artist Shading palet van Catrice zit in het vaste assortiment. Dit Hollywood Bronze & Glow paletje van W7 is heel fijn. Een Shape Your Face contouring palet van Essence, ook uit vast assortiment. Mijn absoluut favoriete paletje is van de Manizer Sisters van de Balm. Vooral de highlighter Mary Lou is heel erg mooi. En als laatste dit paletje van Makeup Revolution. Dat is deze, het Golden Sugar palet van Makeup Revolution met allemaal blush en highlighter kleurtjes, maar ook een paar bronzers. En hiernaast liggen al mijn losse oogschaduws. Ik heb hier een aantal limited editions van Catrice. Ook heb ik alle velvet oogschaduws van Essence. Die liggen ook hier allemaal onder. Het is een hele mooie highlighter die helaas uit het assortiment is van Catrice. Hier een hele mooie highlighter die nu in het assortiment zit. En deze prachtige oogschaduw van Makeup Revolution. Dit zijn een paar oogschaduwpennen uit de limited edition van Catrice van heel lang geleden. De Colibri collectie. Heel goed pigment. En deze 2 Chalky eyeshaders van de HEMA. Heel erg mooi voor bijvoorbeeld op je waterlijn. Dan komen we aan bij mijn lipproductenlade. En mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal en nog niet weten hoe dit is gemaakt, dan zal ik even in het i'tje de DIY linken. Ik heb hier in ieder geval mijn MAC lipstick staan. Dan eentje van Rimmel uit de Kate Moss collectie. Hier 3 Ultimate Stay van Catrice. 2 matte lipsticks van Kiko. Hier eentje van Essence uit een limited edition. En 4 gewone Ultimate Stay lipsticks van Catrice. Hier liggen lippenbalsems en vaselinetjes. Hier liggen mijn liquid lipsticks. Vooraan degene die ik het meeste gebruik. Onder andere deze kan van NYX is heel erg mooi. Ook Birthday Suit en Chubby Chic van Sleek zijn echt favoriet. En hier achterin heb ik ook nog een paar hele mooie kleurtjes van Makeup Academy en dergelijke. Maar die gebruik ik niet heel vaak omdat ze best wel fel zijn. In dit laatste vakje liggen een heleboel stiftvormige lipproducten of potloden, dat soort dingen. En ook mijn Rimmel Provoca Lips.
als ik het goed zeg, liggen hier zo, omdat ze niet meer heel goed hierin pasten. En dan deze la ligt vol met oogschaduwpalettes. Ik heb er nog meer, maar die moet ik nog reviewen, dus die liggen nog in een aparte bak. Mijn favorieten zijn deze twee van Urban Decay, het Naked Basics palet en het Gwen Stefani paletten. Maar ook dit palet van Makeup Revolution is echt prachtig. Voor degenen die hem nog niet kennen, dit is dus het Fortune's Favors The Brave palet van Makeup Revolution. Kost maar 15 euro. Heeft echt prachtig pigment en mooie vormgeving. Dus zeker kijk je waard, dat is maar 15 euro. Dit grote palet is van Freedom, het Black Arts palet. Dan heb ik hier twee van mijn chocoladepalettes. Een paar W7 palettes. Nog een Neon Nights van W7. En de Nudes van LA Girl. Hiernaast staat een sleek paletje Garden of Eden. En dit is het Salvation palet van Makeup Revolution in Dia de los Muertos. Hele leuke felle kleurtjes. En hier heb ik nog een paar limited editions. Deze komt van Catrice. En deze is van Essence. En dan in de laatste lade zit mijn nagellak. En ja, die vind ik eigenlijk niet heel erg passen bij mijn make-up stash. Dus mochten jullie daar een updated versie van willen zien, laat even weten in de reacties. En dan was dat alweer mijn hele stash. Hopelijk vond je het leuk om te zien. Heb je weer een beetje inspiratie opgedaan over hoe je jouw stash zou kunnen opbergen. En ja, dan hoop ik je te zien bij mijn volgende video. Doei doei!